Mijn naam is Patrick, ik ben 27 jaar en ik heb een vorm van autisme, namelijk PDD-NOS. En ik wilde graag op YouTube een aantal filmpjes maken over autisme. De filmpjes zijn gericht op ouders met kinderen met autisme. De filmpjes zijn gericht op mensen met autisme. En de filmpjes zijn natuurlijk ook gericht op mensen zonder autisme. Het doel van de filmpjes is om meer begrip te kweken voor elkaar. Ik wil ook meer hoop geven. Hoop voor de ouders. En natuurlijk hoop voor jullie als autisten. En een slokje tussendoor. Ik wil de mensen gewoon laten zien dat er voor iedereen met autisme, dat het gewoon mogelijk is om een normaal leven te leiden tussen mensen gewoon in de maatschappij. Je eigen huisje en dat soort dingen. En uw kind, de ouders die hebben het nu misschien wat moeilijk met jonge kinderen met autisme. Voor die mensen, ik wil gewoon laten zien, want het is allemaal mogelijk door middel van de juiste coaching en die dingen. Uw kind kan alles leren wat hij maar leren wil. In deze videoreeks ga ik het over bepaalde dingen hebben die belangrijk zijn in mijn leven geweest. Die met autisme te maken hebben. Sociale omgang kan het zijn. Begeleid beschermd wonen of zoiets wat ik nu ook doe. Zeg maar zelfstandig wonen. Dat soort onderwerpen wil ik graag aanstippen in korte video's. En ik hoop dat iemand er dan wat aan heeft. Er zijn ook andere mensen die video's hebben gemaakt al over autisme. Sommige video's die zijn gewoon wat ouder. En wie weet dat er ook andere mensen zijn die mijn voorbeeld zullen volgen. En ook weer video's gaan maken. Laten we in ieder geval met elkaar erover hebben. Vergelijken. Hieronder kunnen we het erover hebben. Waar heb jij het moeilijk mee? Waar heb ik het moeilijk mee? Waar lopen de ouders tegenaan? Dat soort dingen. Ik zal in ieder geval een link plaatsen onder deze video naar een andere videoreeks die gemaakt is door Matthijs van der Molen. Hoi Matthijs. Ik heb ook naar zijn video's gekeken. En ja, misschien dat mensen daar ook wat aan hebben. Bij deze wens ik iedereen veel plezier met de video's.